Nei, dik 20 jaar verliet het Ljouwer Filmhuis haar oude stek bij de harmonie. Tuzenden films binnen de draait. De echte celluloid film, daar begonnen ze mee. Maar dat is nou voor goed verliende tijd. Digitaal is de nieuwe norm. Het oude filmhuis, daar moet je net meer in. Het schijnt er een binden te wezen trof de verhuizing. Het nieuwe film is haast klaar. Deze week wordt het openen met een groot festival met meer dan 100 films. Eerste klas surround sound en top of the bill inrichting en techniek. Better is er net te keep. Kosten nog moeite binnen sparren om de opening te een succes te maken. Van komende vrijdag kan het publiek van moaas ont jongs let op het festival terugte. Het is eigenlijk ook de laatste keer dat er nog 35 mm films draaid worden. Is het een van de laatste keren, Bart? Ik ben bang van wel, ja. Maar dat, de digitaal, dat is al de boventoon. Dus een enkele is nog 35 mm, zoals dit. Maar dat is wel einde van een tijdperk nu. Dit is, moet ik zeggen. Het wordt nog voor festivals wel eens uit de kast gehaald. Maar ook de norm waarop een film nu geleverd wordt, is digitaal. Dus dit is gewoon een oud formaat, zeg maar. Er wordt ook niet meer met stoomlocomotieven gereden, om het zo maar te zeggen. Maar dat is het. We hebben in dit nieuwe pand de beschikking over 3 zalen in plaats van in het oude pand 2. Dus dat is al een enorme vooruitgang voor ons, omdat onze programmeermogelijkheden daarmee heel erg uitgebreid worden. En wij willen film bieden voor een zo breed mogelijk publiek. Maar we willen natuurlijk ook steeds de kleine films blijven laten zien. Had ik een peer op mijn jammen, dat ben bijvoorbeeld de wederopstanding van een klootzak. Boven is het stil, Kit, Frits en Frankie. En nog tal van horenfilms. Het is heel lastig om ze alle keer te horen, zo op te ratelen. Maar ik riet vooral mensen gewoon om even op de website te zien, want daar staat het volledige programma op. Ik mijn blokkenschema en alle stiertschema's. Dus mensen kennen zich daar helemaal in verdiepje. Ja, dit is waarom ik het ooit ben gaan doen. Dit is een beetje de... Ja, dit heb ik 10 jaar voor de kost gedaan. En straks is het op play drukken, bij wijze van spreken. Oh. Wat natuurlijk niet erg is, want je schotelt wel een goede voorstelling voor. Maar dit is nu een beetje... Ja, een beetje met treintjes spelen, zeg maar. Er is van miljoenen geïnvesteerd in het nieuwe sneaker. Kwaliteit, denk je dat om? Ljouwer telt nou weer mooi als filmstad. De techniek is bedoeld voor kritische sjoggers. De groene en de roze zeel zijn alleen nog voor film bedoeld. En de blauwe theaterzeel kan ik door het Fries Museum broekt worden. De filmschermen en de loodsinstallages binnen Delzet door een team van Engelse specialisten. We gaan ook onze vertoningstijden uitbreiden. We toonden nu films elke avond, zondagmiddag, dinsdag, woensdag. Dat gaan we uitbreiden. De woensdagmiddag wordt veel langer omdat we dan ook kinderfilms gaan vertonen. En we doen de vrijdag en de zaterdagmiddag erbij. Maar ons uiteindelijke doel is dat er elke middag en elke avond film is in Sneakerfilm. Het moet geen vraag meer zijn, maar daar kun je gewoon terecht. Even kijken hoor. Kijk, zoals de film, zeg maar, zo komt het niet meer binnen. Het komt nou gewoon op een harde schijf binnen. Die druk je in de server, om het zo maar te zeggen. Dan staat daar het bestand digitaal. Die servers die worden onderhouden door bedrijven in Frankrijk en Engeland. Wat dus inhoudt dat je als operateur nog wel verantwoordelijk bent voor de voorstelling, maar niet meer zoals met film. Kijk, als hier wat misging, dan kon je... zat je bij wijze van spreken onder de olie, maar het werkte wel in die end. En de bezoeker had zijn voorstelling. Met digitaal is dat natuurlijk nog steeds het hoofdidee. Maar... Je moet aan alles, omdat je dus met de server werkt, die wordt beheerd door externe bedrijven, moet je alles verantwoorden. Er is door de lering van het Sneaker kiezen van een Nederlands-Vlaams-Friesk openingsfestival. De programmeurs binnen skoften in het Spierwest om een keur on films bij elkaar te krijgen. Een logistieke prestatie op hemzelf. De Nederlandse en de Vlaamse cinema is op dit moment super interessant. De Vlaamse cinema staat internationaal enorm in de picture, winnen de ene naar de andere prijs. En ik, de Nederlandse cinema bloeit. En het is interessant hoe zij samenwerken vooral. En Friesk?
Frieske is natuurlijk onderdeel van de Nederlandse cinema. Er kan nog meer gebeuren, maar we nemen het wel mooi omdat ik wilde dat dat een podium krijgt en zich opwerkt ik in dat wereldje. Het is een beetje begonnen met, als je in de bioscoop werkt mag je ook gratis naar de film toe. Nou ja, dat maakt dat ik gewoon heel veel films heb gezien. En daarbij was ik altijd al wel creatief, wordt dan gezegd, qua tekenen, schilderen, maar de film trok mij wat meer qua medium. Dus sindsdien de praktijk maar als leerschool aangewend, zullen we maar zeggen. Bart Dokter heeft een korte film maken die het aan het begin van elk filmfestival te zien wezen zal. Een symbolisch verhaal zonder lood, met filmposters in een haatrol. Dat gaat over het oude en het nieuwe filmhuis. Het is een liefdesverhaal vanuit posters gezien eigenlijk. Leg eens uit. Het is gewoon, er zijn twee personen als het ware die elkaar ontmoeten in een oud filmhuis. En daar groeit iets tussen en eentje wordt als het ware weggetrokken. En ja, vervolgens vinden ze elkaar weer terug in het nieuwe gedeelte. Dus, en dan bloeit het op en dan wordt het echt een liefde. Het is eigenlijk heel bijzonder hoe snel wij dit kunnen loslaten. Want we hebben hier allemaal best lang gewerkt. De een langer dan de ander natuurlijk. Maar nu we eenmaal zelf daar zitten en de mogelijkheden van de nieuwe locatie ontdekken samen met de collega's van het Fries Museum en samen met al onze vrijwilligers. Ja, denken we allemaal van dit is toch wel zo geweldig dat we dit nu voor elkaar hebben. Ja. Wat gebeurt ermee? Dat is voor mij nog een vraag, want wij huren dit gedeelte van de gemeente. En ik weet niet waar het straks naartoe gaat. We lopen nu eigenlijk letterlijk vanuit de schaduw van het oude filmhuis naar het nieuwe pand aan het Wilhelminaplein, Sliekerfilm. Daar is ook het zonlicht, dus mooier kon niet. We gaan naar een prachtig modern gebouw met de modernste techniek daarin gebouwd om films te vertonen en met de modernste faciliteiten om het publiek te ontvangen. Mooier kan niet, wat mij betreft.